is now on the beat. Hallo kijkers, welkom op mijn YouTube kanaal Cherelle Is. Ik neem jullie vandaag mee naar de plekken waar ik de bus pak naar Amsterdam. Ik ga meestal met de Flixbus, dat is deze groene bus. Deze bus pak ik altijd op Astrid Centraal Station, dat is in Antwerpen. Dat is de plek waar je dan de bus pakt of waar je dan wordt afgezet. En dit is echt midden in het centrum. Het is ook niet ver van mij waar ik woon, het is net 10 minuten op loopafstand. En de Flixbus, dat reserveer je dan van tevoren op hun website. Je hebt ook een speciale app van de Flixbus. En ik betaal dan gemiddeld tussen de 7 euro en ongeveer 12, 13 euro voor een enkeltje naar Amsterdam. Maar hoe eerder je boekt, hoe goedkoper het is natuurlijk. De Flixbus, ik heb heel veel problemen met hem gehad, maar dat zie je ook wel terug tijdens mijn vlogs. Maar ik kies deze busmaatschappij omdat het gewoon de meest makkelijke en goedkope manier is om te reizen. En de Flixbus die rijdt ook, ik denk, 10 keer op een dag naar heel veel verschillende plaatsen door heel Europa. Dus dat scheelt ook enorm. Wanneer je een kaartje koopt online bij de Flixbus, dan krijg je een vouchercode. En met die code moet je dan naar de buschauffeur stappen en laten zien dat je die ticket hebt gekocht. Dan wordt het gescand. En je moet ook je paspoort laten zien. Zonder je paspoort word je niet binnengelaten. Ik neem jullie nu mee naar de volgende stop. Dat is waar je de Eurolijst kan pakken. Dat is ook een andere busmaatschappij. En dat is net om de hoek. Nog geen 3 minuten lopen van de Flixbus af. En de Eurolijst stopt bij Van Stralenstraat. Dat is bij Roosevelt-plaats waar alle bussen stoppen. En daar neem ik jullie nu mee naartoe. We zijn nu bij het punt waar je de Eurolijst kan pakken. Dat is bij Van Stralenstraat. En kijk, daar aan de overkant zie je toevallig de bus van Eurolijst. Deze bussen die gaan ook door heel Europa en verschillende steden. En deze bus pak ik niet zo vaak omdat die onregelmatig naar Amsterdam gaat. Maar dat is ook een optie en vaak gemiddeld tussen de, hoeveel betaal ik daarvoor? Ik denk 14 tot 20 euro betaal je dan voor een enkele reis naar Amsterdam. Eurolijns is wel betrouwbaarder dan de Flixbus, daar heb ik minder problemen mee gehad. En ze zijn ook veel professioneler. Alleen wat wel zo is, dat als je bijvoorbeeld je ticket wil omboeken of wilt annuleren, kan het vaak niet. Of je betaalt heel veel extra kosten. Dus dat is wel een minpunt. En de Eurolijns, die doet er ook wel wat langer over om te reizen. Meestal gemiddeld een half uur tot een uur. Omdat die dan nog stopt of een hele lange pauze neemt. Ook bij de Eurolijns haal je online je ticket. Je kunt je ticket ook bij het loket halen en die is aan de overkant. Het kan wel zo zijn dat wanneer je ticket in de winkel koopt, dat je dan iets meer betaalt vanwege de administratiekosten. We gaan nu naar de volgende locatie van een andere busorganisatie en dat is de Wiebus. En die gaan we bij Plantenkaai pakken. Dat is iets verder, dieper de stad in. En daarvoor moet je de metro pakken. Je hebt de lijn 3 en de lijn 5. Daarmee ga je 2 haltes en dan stap je uit. En dan loop je 10 minuten. So, follow me. Dus lijn 3 pak je richting Zwijndrecht. En lijn 5 richting Linkeroever. Je gaat naar beneden. En dan hier bij Groenplaats stap je uit.
is halte Groenplaats. En vanuit hier loop je richting de Kei. Dat is ongeveer 10 minuten lopen. En je gaat alsmaar rechtdoor. En dan zie je op een gegeven moment een plek waar allemaal bussen stoppen en water. Waar je de Wiebus kan pakken. Die rijdt 2 keer op een dag, dus niet zo vaak. En die pak ik ook niet zo vaak. De Wiebus is denk ik wel de goedkoopste maatschappij. Daar kan je al voor 7 euro een ticket krijgen naar Amsterdam. En helaas staat hij er niet. Ik zie wel de Flixbus staan. Die stopt nooit hier. Ik weet niet wat hij hier doet. Maar misschien dat hij daarachter is gestopt. En ook de Wiebus. Daar kan je online een kaartje kopen. En ik vind dat een vrij... professionele busorganisatie. Ze zijn vrijwel altijd op tijd. En wat ik vergeten ben om te vertellen, is dat je verschillende stops hebt in Amsterdam waar die stoppen. Zoals Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Belmen Arena. Dat is dan de Flixbus die daar stopt bij Amsterdam Belmen Arena. De Wiebus niet, die stopt in Sloterdijk. Euroline stopt bij Duivendrecht. Maar dat kan je ook allemaal aangeven online. Je vult je gegevens in en waar je wil dat de bus stopt. En wat voor jou het gewoon het beste uitkomt. En van de Flixbus kan je, ik denk, zelfs een kwartier voordat je rijtart, kan je je reis nog annuleren. En bij anderen moet je wel minimaal, ik denk, een half uur of 3 kwartier van tevoren annuleren. Anders ben je je ticket natuurlijk kwijt. En de Wiebus is meestal op stoelnummer. Dus op je ticket staat op welk nummer je hebt. De Wiebus die doet ook gemiddeld iets langer over de reis dan de Flixbus. Ongeveer een uurtje langer. En vaak ook nog een tussenstop op Rotterdam Centraal. En Utrecht is ook vaak een tussenstop. Ja, dit is Plantinga. We zijn aan het einde gekomen van mijn filmpje over de manieren hoe ik naar Amsterdam toe reis of gewoon überhaupt reis. Dat zijn de goedkoopste manieren om te reizen. Dus je kan natuurlijk ook voor kiezen om met de trein te gaan. Dat is misschien iets sneller, maar wel 3 keer duurder dan gewoon met de bus. En als jullie vragen hebben, opmerkingen, laat het weten. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, delen en te liken. Doei! Please keep watching and follow her, and she's amazing. She'll show you everything what she do, and I try to make things easier for everyone. Please keep watching and subscribe to her, okay?